Dendermonde, een stad waar de Dender en de Schelde samenvloeien. Een stad die fascinerend is om te verkennen, op of langs het water. Vanuit het centrum kan je bijvoorbeeld elke zaterdag in juli en augustus genieten van een rondvaart op de Oude Dender. Nadat je tickets hebt gekocht bij de dienst toerisme, kan je achter het stadhuis op de Ros-Beijaardboot stappen. Daarna is het puur genieten van een ongeschonden stuk natuur. Terwijl een gids je de nodige uitleg geeft. Ik zal je zeggen, ik ben heel gelukkig verrast. Ik wist niet dat het zo groen was, dat het zo mooi was, de Dender. Het is heel nuttig om de historische gegevens van Dendermonde te zien en heel veel natuur te ontdekken. Dus dat is de enige boot die verder nog op vaart, waardoor de beesten nog heel kalm blijven. Je ziet daar plots de kikkers, ze springen in het water. Je ziet er fietsers langs de beide routes, kinderen rondwandelen. Dus dat is echt een aangename verrassing. Maar niet alleen op het water kan je Dendermonde verkennen, ook langs het water. De vele dijken in Dendermonde begeleiden je te voet of met de fiets langs de mooiste plekjes van de stad. Zoals deelgemeente Vlassenbroek. Midden in het dorpje bevindt zich het prachtige gotische Sint-Gertrudiskerkje. De Scheldedijk, de kunstgalerijen en de terrasjes zijn bij vele wandelaars en fietsers geliefd. Het valt geweldig mee, zeer verkeersarm, langs de dijken rijden. En we zijn hier dan speciaal een keer gestopt in Vlassenbroek, omdat het er hier zeer gezellig uitziet. Ik denk dat we nog een keer gaan terugkomen. Naast Vlassenbroek ga je ook Mespelaren ontdekken. Met slechts 500 inwoners de kleinste deelgemeente van Dendermonde. Het landelijke dorpje aan de Dender is terecht vier op het Sint-Aldegondekerkje met Romaanse toren. Vlak voor de kerk zie je een heerlijkheidspaal uit de 18e eeuw. Het is eigenlijk een heel prachtige omgeving, prachtig aangelegde fietspaden, heel rustig eigenlijk wel om te fietsen. Kom je uit een andere richting, dan kan je in Baastrode of Appels het water oversteken via de veerdienst. Deze veren vormen een zalig tussendoortje tijdens je wandel- of fietstocht. De veerdiensten varen op het uur en op het half uur. We hebben een fietstocht gemaakt langs Grembergen zo, en dan zijn we een terrasje gaan doen in Dendermonde op aan het stadhuis, de Grote Markt. En dan zijn we zo langs de dijk teruggefietst en ons nu komen laten overzetten. Zowel de Schelde als de Dender vormen in Dendermonde de ideale locaties om gezellig te picknicken of te fietsen in een groene omgeving. Maar er zijn nog veel andere fietsroutes die je bijvoorbeeld laten kennismaken met de plaatselijke landbouw in Baastrode, zoals de tomaatroute. Kom je van ver en kan je moeilijk je fiets meenemen, dan kan je altijd je fiets huren bij Blue Bike aan het station van Dendermonde. Of je kan op zondag een rondrit maken met een koets in het centrum van Dendermonde. Mensen moeten dit komen doen omdat het enorm rustgevend is voor een Dendermondenaar om met de koets rond te rijden. U krijgt veel bezienswaardigheden te zien. En het is interessant. En het is een kleine prijs. Dat is misschien de zondigste voor de mensen. Alle info over de koetsrondritten, boottochten of fietstochten kan je krijgen bij de dienst toerisme in Dendermonde. Dendermonde verkennen betekent de ene na de andere ontdekking. Maak je graag kans op een 10-beurtenkaart voor Zwembad Olympos? Stuur dan je antwoord op deze vraag naar wedstrijd@tvoost.be.